Ja, een goeie dag, hem. Nou, nou. Wie bent er even een wekje tussen, hè, Wes? Dat kon niet even niet anders. Helaas. Dat had een beetje met privé dingetjes te maken en... een beetje druk geweest met de server en dat soort dingen. Dus even druk geweest met andere dingen. Maar goed, u bent er weer. En er is weer genoeg te doen. We zijn een maandje verder, we zitten nu in oktober. En ik wou even met die twee veldjes even intussen iets aan de gang. Even kijken, dan moet ik naar... Die moet daarheen, maar die moet kalken. Het veldje waar zorg hem op stond. En dan gaat... De kunstmestrooier... Die gaat... naar het veldje waar... Die moet naar Kuipers heen, in ieder geval. Kan ik toch wel hem doen. Zet me die daarin. Moet ik nog een stukje hierin. Wat ik wou doen. Ik wou even met de werkplaats een paar dingen. Er komt voort nog een paar dingen binnen. Onze eigen trekker, dat is deze. Die staat in werkplaats voor onderhoud. Er is een beetje ruimte over nou, want dit ding. Die hebben we hem nagekeken. Die kan weg. Die kan munning zo ophalen. Zoals je ziet, je weet wat voor ding of het is, denk ik. Je hebt natuurlijk ook niet voor niks die laagvloer met hout. Denk je al dat je het voor het brand opmaken. Dit ding is ook klaar. Dus die zet ik er ook even uit. Ik zet dit ding er even uit. En dan denk ik dat de nieuwe machine is de vorm waar we aankomen. Maar dus de vorm waar wij aankomt. Dan heeft de werkplaats ook weer werk. Weer genoeg te doen. Dit ding even buiten neerzetten. Kunt je dit ook weer ophalen. Oh, heel scheef. Dus even bij de werkplaats even weer een beetje vandaan helpen. Zo. Hoppakee. Dus even des naar dan even een put naar. Ik kan de meneer Munning zo ophalen. Dat is zo ook doen. Och jee, zit ik. Oh, ik zit wat dingen, hè. Dat gaat er niet van. Dan moet even. Heel klein beetje. Er zit een netting aan. Moet me heel even. Een beetje helpen. Dat dit al genoeg is. Dat klopt, ja. Dat ging er net tussen. Zet me die daar ook weer even neer. Is dat toch weer een investering wat Loonwerk gedaan heeft? Kijk, die wordt gewoon verhuurd. Op zich best wel een geinig ding. Ik heb hem ook al even getest, maar alleen die dikke eikenstammen die passen daar niet doorheen. Dus die moet ik daar met de hand even met de knetterbielen er even bij. En dan kunnen ze, als het goed is, kan ik ze wel hier inleggen. Dus dan kan ik ze wel kloven. Het goed is, komt er voor even twee dingen aan. Eentje gaat hier op de brug en de andere zet ik denk ik hier neer. Dan kan daar ook weer mee verder gegaan worden. Op onderhoud. Dus dan is de werkplaats al wel redelijk vol. En dan kunt u leuk gedaan. Wat ik dus in deze aflevering even wil doen is met die veldjes even aan de gang. Die ga ik nou even aan de gang zetten. Die twee trekkers. Maar daar laat ik niet veel van zien. Ik wou... met die houtklover aan de gang bij Munnik.
En misschien in de tussentijd dat we even die trekkers even aan de gang moeten zetten, maar dat zien we dan ook wel. We moeten naar voren even een paar kratten kopen. Om het hout in te stapelen. Ik draai het kloofhout draai ik eerst even in de keeper bij Munnik. Dan kan die keeper in ieder geval om het dak. Dan kan het niet nat worden. En dan, dan moet hij na de hand maar even. Kijk. Moet hij dan maar even opstapelen in de kisten. Dat zie je nog niet. Zing. Dit ding kan we nog met dak. Ik gebruik me verder toch niet. Zo. Ga ik heel even snel naar die trekkers heen tappen. Mijn pijper stond er één. Deze. Die moet naar het veld heen. Waar de koolzaad op heeft gestaan. Ja, ik vond het even makkelijker om met deze hem te doen. Dan gaat het even niet sneller. En daarnaast zijn we al zo vaak met het mesdek aan de gang geweest, dus het moet maar even kunnen met dit ding. En dat kan ook wel, als je geen probleem. Dus ik denk gewoon, helemaal waar ik de dingen zo klaar, stelt niks voor. Mijn klein veldje, die andere veld is trouwens ook een heel klein veldje. Stappen we even in die andere, dat is deze. Hoppakee. Dan zet me die ook aan het werk. Dan ga ik mijn kalk strooien en dan kan die kunstmest strooien denk ik ook gelijk achteraan. Hier redt zich ook. Gaan we weer naar de werkplaats heen, want ik denk dat die andere er ook al staat. Ja hoor. O, kijk, nog meer werk. Dikke TSM. Het TSM 92. Die zetten mij even daarin naar binnen. Kapileus. Kijk. Zit ze er mooi bij. Kun je kerst mooi sleutelen, ja. Dus wij gaan dat ding even ophalen. En dan halen bij Munnik ook nog even die kisten op bij de winkel. Dat kan niet zo even doen met de platicaria. Dus dat tappen we nou even naar Munnik heen. Zo. Kijk, ik heb de bereiker er vast neergezet. Kijk, deze stammen die passen er wel perfect doorheen, maar die eikenstammen die zijn te dik. En vooral aan deze kant. Er zit net even zo'n tipje bij aan wat niet wil. Maar goed, dat geeft niet. Die kunnen we met de hand wel gaan zagen en dan alsnog er doorheen drukken. Ik pak dit nog even met. We gaan even die klover ophalen. Nee, die staat voor de keeper, hè. Wacht hem. Ja, dat kan met dit ook wel, ja. Lekker met kleine Keesje ook wel even. Gaan we de klover op aan, zet maar dat ding erbij. En zo zijn ze in, nou, dat straks hem geen screen, ja. Knik ik, neer is er klaar met het park. Dus dan kunnen we alweer wat andere veld inzetten, denk ik. Ik ga ervan uit dat het een kunstmeststrooier is.
Nou, met hem ding. Ik breng pas op alweer. Om een zes hem zou ik nou even een winterveur wat je aanleed. Daar ga je wel mooi kon staan. Pas even uitklappen. Nee, dat is een verkeerde, maar nu te klappen. We klappen de muts. Hij loopt al. Met deze er even vast onder. Ik kom er even een beetje in het was onder, hè, maar dan kan ik een beetje in de weer verrijden, maar... Vraag me eigenlijk af of we dat wel gaan redden om alles in dit dumpetje te houden. Zo. Nou, dan moet ik alleen nog even met een kleine trekkertje even de kar erin achter doen. En dan gaan we met de platte kar even een paar van die kisten ophalen bij de winkel. Nee, tussen zit dit helemaal aan het werk zetten, dan kan dit zo weer weg, want die is klaar. Helemaal rustig, joh. Deze kan maar weg, en dan denk ik dat we hier gewoon even met de schijven overheen gaan, over die twee veldjes. Dan laten we deze even terug gaan. Oeh, dat ging niet goed. Hier geen lijn staan, dat klopt ook. Maar dan denk ik dat we dat even met die met S doen. Dat we daar even de schijven naar achter ploffen. Nou, gaan we die kisten hem opladen. Kijk. Ik had dus deze kisten had ik daar eigenlijk voor in gedachten. Maar jammer, maar dan heb ik hier natuurlijk geen heftruckuffie staan, hè. Dat is wel weer zonde, hè. Had ik beter die kar even met de verrijker in kunnen doen. Stom. Dat is stom. Nou goed, dan moeten ze maar even met de hand oppakken. Dat doet niet om. Maar goed, die kisten moet ik natuurlijk wel met de hand vol pakken. Maar ik heb wel geprobeerd om die kisten onder de transportband te zetten, maar dat gaat hem niet, man. Het mooiste was eigenlijk als ik dit soort kisten zou hebben, eigenlijk. Ja, dan heb je weer zo'n afdakje of zo'n plaatboom op zitten. Want dit zijn eigenlijk normaal de kisten die ze daarvoor gebruiken. Maar goed, het is niet anders. Ik heb deze op internet gevonden. Ik dacht, ach. Die kunt ook wel doen. Ik dacht, nou, ik bestel er gewoon 8 en dan zien we het wel. Hoe het gaat. Ik weet ook niet of ik er genoeg aan heb. Als ik 8 van die kistjes vol heb, dan denk ik dat Munnik er nou aardig warmpjes bij zit dit winter. Niet dat ik te ver ga. Dacht ik al wel. Nou goed. En vastzetten. Oh, dat pakt hij dus niet. Jammer. En dan gaan we terug. En dan zullen we zijn kicken. Gaan we zijn beginnen. Hoe dat geeft. Door de dumper dan zijn volk in kring met braanrol. Ah, denk wel. Een keer wat anders. Dit is nu wel een leuke bijkomstigheid.
Ja, wat anders als op veld aan de gang mee. Nou, de laatste paar afleveringen ook al genoeg had je. Qua oogsten en veldbewerking. En ik heb er, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit gedaan, dus zo min min één. Hoe dat geert. Helpen deze klaar met werk, dus het veld is ook al. Is ook al bemest. Het is naar hier neer. Nou, zo zijn hem kicken. Heb je er vast één staan wat je inleg? Nou, mooi zijn hem kicken, maar dat geeft niet, hè? Ik weet niet of die dumper al goed hebt staan, maar dat zien we dan wel. Kijk maar, ik heb hem al aanstaan. Dan moet ik even kijken waar die band ook alweer aanging. Oh, wat mooi spul, mooi kijk. Wat mooi rij. En brand dat spul door. Kijk, het valt er in ieder geval mooi in, dat is mooi. Maar dan valt ook al wat naast, zeg maar. Is heel een ramp. Kijk, daar valt hij eigenlijk precies goed. En zo mag ik dat hebben. Maar dat betreft zijn het wel de ideale stammen om te zagen, zeg maar. Dat is perfect dit. Gaan we die er even bij leggen. Ik weet alleen niet hoe ik het, hoe ik de stammetjes... Ik denk dat ik eerst deze maar even opmaak, die Amerikaanse. Deze eerst op, doe ik daarna die berk en dan kunnen we daarna misschien nog even die eiken een stuk zagen met de kettingzaag. Het is alleen een beetje jammer dat je het daar wel heel diep in zit, dus. Maar dat kan, dat geeft mooi. Dit is perfect, dit is de goede stand. Had ik nog niet. Ja, dat zal vast wel wat naast van, maar moet maar zo mee niet. Ik anders ook niet. Dan zit ik alleen even te kijken hoe ik die achterste even ga pakken. Dat is natuurlijk wel een dingetje, maar ik zit natuurlijk wel met het vorkenbord. En ik zit natuurlijk met die palen. Wat toont mij dat? Kijk toch eens. Rustig aan, maar anders valt ze eraf en zitten er vrij losjes op die dingen, op de lepels. Nou, kijk er eens. Ik ga er nog eens een mooi wat bij kloven. Zagen en kloven. Ik zal er een timeless van maken, jongens. Dan, misschien kunnen we er een beetje erin komt. En ik weet niet of ik alles, alles wegkrijg, maar dan gaan we dan wel zien. Hier een beetje knip en plapwerk kom je nog nul eind. Dus ik maak er een timeless van en dan spreken we elkaar zo meteen weer.
kijk. Nou, dat was in ieder geval... de Amerikaanse stammetjes en de perkjes. Moet ik in Nederland zei ik nog even kapot zagen met de hand. Even alles er even in doen. Wat me nou mee doet, valt me echt 100% meer. En dan werkt best wel netjes. Niks mis meer. Op knetterbeelden bied, dacht ik. Nou, maar ik alleen even zien dat ze wel een beetje op de fatsoenlijke lengte doorzaag. Soms even van de kant af slepen, maar anders dan kun je niet zien. Waar je precies bent gebleven natuurlijk, je kunt die lijn niet echt duidelijk zien. Het moet wel een beetje uit elkaar vallen, maar anders dan... Dan weet ik alleen niet of die eindstuk of dat komt, of dat kontje, of dat erop door kan. Nog gelijk in proberen, hè? Nee? Ik ben benieuwd, moet ik zeggen. Wat een dier, hoor. Er zit geen collision op, maar... Wat voor dikke, het past gewoon, hè? Kijk toch eens. Nog eens even kijken of we dat... Nou, dan moet je de boomste stand wel aanhangen, anders heb ik dat niet goed. Nou, dat werkt in ieder geval. Dan kan ik even zien dat ik in de tussentijd die stammetjes even... in stukken haak met de kettingzaag. Het wordt wel een beetje lekker, heb ik al in de gaten. Dat is wel een beetje zonde. Ja, het op zich het werkt wel redelijk. Ja, het is jammer dat het er allemaal een beetje doorheen spant en... dat het dan niet echt heel mooi bleef zitten natuurlijk. Maar ja, goed, dat is, daar kan ik dan ook niet aan doen. Maar op zich, het machientje... dat moet ik echt eerlijk zeggen, dat werkt best goed. Dus ja, je moet de hele tijd wel erin, dus dat is wel een beetje jammer. Dus met dit soort dingen is dat dan wel heel bewerkelijk. Maar op zich, ja, het werkt wel goed hoor. Niks mis mee. Maar ik wou even nog... oh, muut zetten. Even met de loonwerker aan de gang. Ik wou nog even dat ene trekkertje in terughalen. Die is klaar. En dan nog... die schijven nog even aan het werk zetten, maar dat vind ik nou wel in belangrijk. In ieder geval die velden weer klaar liggen om mee te gaan zaaien, zeg maar. Kijk, daar kan dit ding, die kan weer weg, die kan naar huis, die is klaar. Ik weet ook nog niet wat ik er allemaal weer op ga doen. Ik zit even te kijken, ik weet niet precies wat ik allemaal heb, maar ik meen dat ik ook... Ik heb hier nog koolza staan, dus dat geeft allemaal nog wel. Ja, dat klopt. Dus ik denk om toch nog weer een veldje met zorg om te doen. Ik ben bang dat ik dat we daar toch nog tekort van ja, alhoewel hier staat ook zorg om op, hè. Ja. Om een veldje met mais, is dat nog een idee? Om dit veld met mais te doen. En hier nog iets anders op. In ieder geval 29 mais. Dat is nog wel een idee. Nou hoppa, ik denk dat we daar het deze kan weg. Hebben we ook niet meer nodig. Moeten we even de... Denk ik dat we de 8 Esther even voordoen. Die moet binnenkort ook een beurt hebben. Oké, nee, deze wordt hier niet. Die wordt daarvoor. Ik zeg dan nou wel, maar die heb ik die wel dan nog niet. Kijk nou, of heb ik alleen een cultivator? Dan moet die er maar even achter. Ik heb hem al geschreven, weg, jong. Ik dacht dat ik die wel had, maar... Dan gaan we er met de cultivator overheen, ook goed. Het makkelijker is. Ja, het scheelt dat dit een mooie rode cultivator is, dus dat we kunnen kijken. Oh, dit wil ik heel even zelf doen. Maar ik laat niet alles zien. Dat ga ik niet doen. Hoppakee. Nou, gaan we door naar het volgende veld. Doorgepiept. Het ding is lekker groot. Ja, makkelijk heb je iets kleinere veldjes hebt, dan kun je er even iets vlotter doorheen komen. Mooi, oh, fijn. Dan
Dat is de map die we nou draaien. Dat is op de server. Dat is Landersum. Dan zijn er velden, sommige velden toch wel even net een slag groter, moet ik zeggen. Dat is wel even iets andere kok als dit. Maar ja, goed. Gelukkig hebben we cosplay op de server. En werk me ook, net als hier, werk me ook met autodrive. Dus dat is... goed te doen. Aangezien wij ook niet met, met 10 man op de server zitten. Is dat wel een genot om te hebben, moet ik zeggen hoor. Cosplay en autodrive. Dat is wel fijn. Als mensen, mensen nog op zoek zijn naar een server om te joinen. Mits de klik moet er natuurlijk wel weer in. Je moet wel een beetje dezelfde speelstijl hebben. Dan kun je mij altijd contacteren natuurlijk. Het liefst even via Facebook of via Messenger. We hebben natuurlijk een eigen Discord. Maar die Discord die heb ik sinds korte tijd niet meer openbaar gemaakt. Die link staat ook nog wel in de beschrijving. Maar die is dat goed is, werkt die niet meer. Ik wil de Discord server toch een klein beetje privé houden. Voor de mensen die op de server meespelen. Eerder was hij altijd wel openbaar, maar heel veel mensen joinen Discord. En ja, je hoort er nooit wat van. Ze zullen er nooit eens een keer een berichtje of een fotootje erin zetten of iets. Wat ze aan het doen zijn. Ja, dan heb ik zoiets van, ja, daar heb ik er ook eigenlijk niks aan. Dan kan ik hem ook net zo goed een beetje privé houden met de mensen die wel gewoon meespelen in de server. En... waarmee je ook andere games nog speelt. Dus ik hoef niet per se een Discord server te hebben met 200 man erop. Maar goed, mocht je interesse hebben om bij Twente Farming mee te spelen op de server. Kun je mij contacteren. Liefst even op Facebook. Via Messenger of zo, via een persoonlijk bericht mag ook. Wij spelen dus op Landersum. Nou, dat is natuurlijk een mega grote map. Dus er kunnen nog een paar spelers bij. Niets moet, alles kan. Alles mag. Zit dit ook al mooi op. Dit veldje even klaarmaken. Ja, ook weer gepiept jongens. Mooi man. Dan kan ik in ieder geval hier de volgende keer in de zaaiers opzetten op die twee veldjes. Dan is dat klaar. Ik denk dat we dan ook even met de dieren aan de gang moeten. Bij de varkens en zo. Dat we dat de volgende keer ook even gaan doen. Ja, kijk, het is niet heel veel meer. Oeh, die heeft bijna alles op. Dus die moet sowieso wat hebben. Bij Banning. De varkens, daar gaan we even mee bezig. Die hem ook altijd goed is vervreden. Ik zal even snel kijken. Goed is wel. Kijk, er zit er wel mooi weer wat in. Zie je daar, dat is mooi. Ja, dat komt er ook aan. Dus dat is mooi. Dan kan ik in ieder geval de varkens ook even voeren de volgende keer. Maar dat is wel belangrijk. En de koeien ook even voeren de volgende keer. En dan even tussendoor die veldjes even inzaaien. En dan heb ik ook nog wat anders in het verschiet liggen. Misschien dat we nog even een veldje oogsten, maar dan moet je hem kijken of we dan naar hem gaan rennen. Want we moeten ook met de kraan even wat gaan doen. Het is de tijd ervoor, het is oktober, dus het kan. Ik heb een paar opdrachten binnen voor de kraan, dus volgende keer weer genoeg te doen. We hoeven ons niet te vervelen. Dan wil ik ook eigenlijk bij deze aflevering mee afsluiten en dan wil ik zeggen bedankt voor het kijken. Vond je een leuk filmpje jongens? Druk nog even op die duim als blijk van waardering. Ben je nieuw? Zie je dit voor het eerst? Abonneer op mijn kanaal als je meer wil zien. Deel het ook vooral met andere groepen. Ik zou graag nog een paar abonnees bij willen hebben. Dat ik even richting die 1000 abonnees kom, dat zou ik super gaaf vinden. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Jojo!